maand de Ramadan houden de moslims een bijzondere godsdienstoefening. Zo kwamen dit jaar ongeveer 300 van de bijna 20.000 Turken die in Nederland werken in Hilversum bijeen. Slechts een enkeling slaagt erin vrouw en kinderen naar Nederland te laten overkomen en hier een gezinsleven op te bouwen. Ons is meneer van Amsterdamse Rijnkanaal. De kinderen weten zich op school snel aan te passen. Ik ben Jan Hollander en ik woon in Amsterdam. Dat is een grote stad, de grootste van heel ons land. Ik mag niet omgaan met de jongen van het Griekse restaurant hier op het plein. Want mijn ouders zeggen dat het dan wel keurig met de mensen, maar wel gastarbeiders zijn. Dat ze anders zijn en buitenlanders zijn en vreemden zijn. Dat ze vreemde eenden zijn, dat het maar ontheemden zijn. Met opgekropte spanningen die zich ontladen boven de hoofden van onschuldige mensen. Met redeloze vernielzucht en met onberedeneerde onlustgevoelens. Met raddraaiers die in troebel water vissen en met belhamels die met overgave agentje pesten. En met een politie die tegenover dit alles vrij machteloos staat, wil ze niet al te grote schade aanrichten. En met een overheid die na 25 jaar van woningnood en met 125.000 gastarbeiders naast 125.000 werklozen haar handen in onschuld blijft wassen. En dat alles in een democratisch land als het onze, dat altijd prat is gegaan op een volkomen gebrek aan vreemdelingenhaat. Die andere mensen die kunnen ze helemaal niet aan een huis komen en die gewoon bakken wel, omdat ze kunnen betaald worden. Ze zijn te lui om voor de duivel te dansen, die galbakken. Zijn precies zijn als een galbak en een minister, want die willen hebben dat wij lopen op handen en voeten en dat wij betaald worden met knoopjes en spiegeltjes. Ja! Dit keer komt Bolkestein op voor de slecht opgeleide Nederlanders met een laag inkomen in de oude stadswijken. Die worden volgens hem door de regering opgezadeld met de problemen in die wijken waar ze inmiddels zelf een minderheid zijn geworden. Er moet meer werk komen, er moet meer worden gedaan aan opleiding en we moeten af van de vrijblijvendheid die onze aanpak van het probleem in het verleden heeft gekenmerkt. Dus wij mogen best zeggen dat de heer Bolkestein hier toch wel een bijzonder huigelachtig praatje houdt. Nou, dus de heer Bolkestein komt ineens op voor de Nederlanders in de oude wijken. Ja, als de VVD dat nou bij de vorige verkiezingen had gezegd, dan hadden de centrumdemocraten niet eens een zetel gehaald. Want dan had Bolkestein alle janmaatstemmers getrokken. Er moet iets gebeuren, landgenoten. Nederland minder vol. Dat betekent ook meer ruimte in onze gevangenissen. Zodat we daar onze eigen mensen weer in kwijt kunnen. Aan ons zal het toch waarachtig niet liggen. De CD pleit al jaren voor concrete maatregelen. De vreemdelingen moeten uitgezet worden door middel van de drie V's. Het vliegtuig, het vlot en de fiets. Want ik wil het best voor mijn rekening nemen. Zoals in de arbeidersklasse in Nederland dat regelmatig voorkwam, doordat die verhoudingen autoritair waren, daar hebben we onze Blijf van mijn Lijfhuis aan te danken. Gebeurt dat ook daar? En in een open cultuur, waar mannen en vrouwen opgevoed worden in gelijkwaardigheid, waar jongetjes en meisjes worden gesocialiseerd in gelijkwaardigheid, zullen dit soort misstanden minder voorkomen. U heeft het op televisie kunnen horen. Vrouw geaborteerd, want er was een noodsituatie. Derde meisje in plaats van een jongetje. En die arts ziet dat die man zijn vrouw aftuigt omdat hij het weigerde. Nee, weet u... Kunt u lezen in de krant, meneer Van Dam? Ja, nee, maar ik kan ook goed lezen wat er in uw boekje staat. Ja, waarom... Want u heeft mijn boek helemaal niet gelezen. Nee? Nee, dat merk ik. Nou... Waarom... U heeft de krantenberichten gelezen, nee, meneer Van Dam. Nee, meneer, ik heb uw boekje van de eerste tot de laatste letter gelezen. Ik geloof daar geen biet van. Ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen bang zijn dat vrouwen in andere culturen van moslimachtergrond, die hebben natuurlijk andere rechten. Dus ik kan me voorstellen dat als je zo'n schoonzoon hebt, dat je daar bang voor bent. Maar ja, dat geldt niet voor iedereen. Nee, bij mij is het hetzelfde. Ik denk niet dat mijn ouders er een probleem mee hebben als hij maar een beetje dezelfde normen en waarden heeft. En niet dingen van me gaat verwachten die anders zijn, die ik niet wil. In de enquête is aan ongeveer 600 autochtone ouders gevraagd hoe ze hun kind voorbereiden op het leven in de multiculturele samenleving.
Uiteindelijk blijkt 80% van de ondervraagden het wel een verrijking te vinden voor hun kind. En 77% zegt dat Nederland meer heeft aan kinderen die geleerd hebben om te gaan met meer dan één cultuur. Ja. Wauw. Oké, ik heb eigenlijk niks voorbereid, maar ik weet wel wat ik wil zeggen. Ik wil eigenlijk drie dingen zijn heel belangrijk. Deze kalf staat voor mij echt voor drie dingen. Dat is dromen. En dat wil ik heel graag tegen vooral de jonge mensen zeggen. Dat het belangrijk is om te dromen. En dat je, als je straks 80 bent en terugkijkt op je leven, dat je in ieder geval zeker weet dat je alles uit je leven gehaald hebt en geen spijt krijgt van de dingen die je niet gedaan hebt. Deze kalf staat ook voor het overwinnen van angsten. Want die heb ik nogal. En afgezien van dat ik die heb, heeft helaas ook Nederland die. We worden tegenwoordig geïnjecteerd met angst. Wacht even, ik heb maar weinig tijd. Wat ik heel graag wil zeggen, want een paar maanden geleden las ik een artikel waarbij onze minister Verhagen aangaf dat het heel begrijpelijk is, de angst voor buitenlanders. Nou, meneer Verhagen, en met u ook Geert Wilders en met u alle mensen die achter u staan. Ik ben een Nederlander, ik ben heel trots met Marokkaans bloed. Ik ben een moslim en ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand.